Ik hoop niet dat het iets ergers is. Dus ja, het is even afwachten. Het is verboden om de dijk tussen zonsondergang en zonsopgang te betreden. Oeh, maar! Hey, wel in de zon, niet in de zon. Wat maakt dat uit? Hey kijkers, welkom bij weer een nieuwe video op ons kanaal. Leuk dat jullie weer kijken. Het is vandaag maandag 4 januari en we beginnen weer een nieuwe week vandaag. Melanie is zich aan het optutten en Marcel die is zijn yoghurtje aan het klaarmaken, maar wat doe jij nou? Wat heb je nou gedaan? Mijn broekjes liggen op de grond. Het is ook het laatste ook, hij is leeg. Is die ook nog leeg? Ach, dan kan je geen muesli meer nemen. Heb ik niet meer. Bakken yoghurt staat er. Maar nou zou ik mijn yoghurt te gooien, is niet echt lekker hè? Nee, zo zou ik het niet meer in je yoghurt gooien inderdaad. Ja. Oh, kijk nou. Nou, jij begint de week goed, man. Leuk. Ja, leuk. Oh, oh. Helemaal leeg. Dan heb je geen crush niet meer. Oh, het was zo lekker geweest in mijn yoghurt. Ja. En alleen yoghurt eten doe je ook niet, hè? Jawel, jawel. We moeten zo even met Aladdin naar de dierenarts. Want die heeft een heel ontstoken oogje. Hoe dat komt, weten we niet. Ik heb het al steeds schoongemaakt met een badje met gekookt water. Maar het gaat niet weg. Ik heb dus de dierenarts gebeld en we kunnen zo dadelijk terecht. Dus dan gaan ze even kijken. Het is alleen altijd wel een heel gedoe om hem in de mand te krijgen. Vind ik altijd heel erg zielig. Maar we gaan het proberen en het is voor een goed doel. Hij zit in de kooi. Ik ben wel heel zenuwachtig. En Melanie ook. Hè Mel? En ik vind het altijd zo zielig. Ik denk dat hij wel weet dat we hem gaan helpen. Ik heb hem nog niet horen houden, dus... Nee, dat is waar. Daar zit hij. Hi schat. Gaan we even naar je oogjes laten kijken. Ja. Even een vlog takeover van mij. Mama die is nu binnen bij de dierenarts. Ik sta hier buiten op het parkeerterrein te wachten. Omdat we natuurlijk niet met meerdere personen naar binnen mogen vanwege corona nog steeds. Het ging gelukkig allemaal goed hem in het mandje zetten. Daar zijn we altijd heel zenuwachtig voor. Omdat hij altijd heel erg tegenstribbelt. En het eigenlijk helemaal niks vindt. Maar volgens mij wist hij nu al heel goed dat er iets aan de hand is. En dat we hem willen helpen. Dus hij ging er eigenlijk meteen makkelijk in. Dus dat is wel fijn. En normaal moet hij dus in zo'n kooi. Als ze naar de trimsalon gaan. Ja, nu wist je gewoon natuurlijk dat er wat mis was, denk ik. Dus ja, ik ben heel benieuwd wat er aan de hand is. Of het echt een oogontsteking is of iets anders. Ik hoop natuurlijk een oogontsteking en dat we gewoon druppeltjes mee krijgen. En dat we hem dan daarmee kunnen helpen. Ik hoop niet dat het iets ergers is. Dus het is even afwachten. Hier is de dierenarts, dus mama is daar nu binnen. Dus het is eventjes afwachten wat er... met hem aan de hand is. We zijn weer thuis en terug van de dierenarts. Die heeft Aladdin nagekeken. Doen ze een soort spul in zijn oogje. Eerst zag ze één klein gaatje zitten en later nog een gaatje. Waarschijnlijk is hij in een doorn gelopen of tegen prikkels aan of wat dan ook. Het zijn twee identieke gaatjes, dus dat is dan wel weer vreemd. Hij heeft pijnstiller gekregen, want hij heeft er wel pijn aan. En we hebben een antibiotica zalfje gekregen, wat we in zijn oog moeten doen 4 tot 6 maal daags. En dan hopen dat het beter gaat en dat hij opknapt. Hij is hier lekker gaan liggen, hij heeft zich hartstikke goed gedragen. Ik ga eventjes kijken of ik hem kan filmen. Hallo? Oh, ga eens lekker op de stoel gaan liggen. Hallo? Hey, Minky. Wil je lekker hier gaan liggen? Ja, hè? Ach, pootje omhoog. Oh, mijn kat op zijn buikje kriebelen. Ja, wat op zijn buikje kriebelen. Nou, gelukkig ligt hij weer lekker thuis op de stoel. Hè? Een beetje opknappen. We hebben net gegeten. En kijk eens even wat Melanie klaargemaakt heeft. Melanie. Is dat voor de mannen? Oh. Nee. Nou jongens, mijn vader is loopt die mannen wel een beetje te verwennen, hè? Kijk hier. Hè? Dat is leuk hoor. Jeetje. Hè? Dat is leuk. Zit dat kunnen, man? Wat zeg je? Hij zit naar allemaal andere mooie vrouwen te kijken. Ja, maar ik kijk mee, dus ik houd het in de gaten. En jij hebt een mooie lekkere ijskoffie voor mij. Dankjewel. Ja. Heerlijk, Mel. Ziet er wel heerlijk uit. Zo, deze ziet er echt heel lekker uit, inderdaad. Ja, hè? Ja. Dat is mijn recept. Lekker, hè? Ik zal ook nooit eens zeggen, lekker. Hoe is het, hè? Grappig. Nee, hij is lekker. Hij is lekker. Heerlijk. Dank je. Dank je, lief zusje. Het is al wat later op de avond. En iedereen is weg. Melanie is naar Jorn. Marcel en ik zijn thuis. Maar ik wilde even de katten laten zien. Alleen loopt er nu net eentje weg. Maar die liggen lang uit. Alle drie over de vloer. Deze gaat net lopen. Hier ligt er een lang uit.
En daar bij de deur. Maar dat is Aladdin. Oh, en hier ook nog één. Oh nee, hij ligt niet lang uit. Maar dit is Aladdin. Die moeten we nu eventjes een oogzalfje gaan geven. Goedemorgen. We hebben weer een nieuwe dag vandaag. Het is vandaag woensdag. En wij zitten sinds lange tijd weer eens in de auto en zijn onderweg. Melanie zit achterin. Hoi Mel. Marcel die rijdt. Hij rijdt echter wel in mijn auto, want Gio heeft van de week zijn auto meegenomen en ja, daar gaat iets mee gebeuren, maar hij weet niet wat. Of wel? Nou, hij wordt gewrapt. Hij wordt gewrapt, maar... Maar welke kleur, dat weet ik niet. Nee. Ik ben heel erg bang ervoor. Je bent bang ervoor in wat voor kleur? Ja. Wat hoop je zelf? Ik hoop helemaal niks. Oh. Leuk, gewoon mat zwart of zo. Maar hij was zwart, wat heb je dan aan mat zwart? Ja. Ja. Ja, grijs vind ik ook nog wel leuk. Nou ja, we gaan het zien. Nu zijn we onderweg naar Badkamer Evolutie. We gaan daar nog even wat dingen bespreken. En dan komt 15 februari eindelijk onze badkamer. We zijn inmiddels bij Badkamer Evolutie binnen. Ze hebben een waanzinnige winactie. Als je op mijn Instagram kijkt, dan kan je dat zien. En ik zou er zeker aan meedoen. Maar ik ga even laten zien wat je kan winnen. Dit is het bad en de wastafels. En het leuke is dat het bad is van stof. De stof is natuurlijk wel waterbestendig. Het is heel apart. Zoals ik al zei, twee wastafels. Die hebben ook dat stof. En een toilet. Ik zou zeker meedoen aan die winactie. Want aan designaccessoires voor 25.000 euro kunnen winnen. Ja, dat wil natuurlijk wel iedereen. En zeker in deze tijd. Maar ja, ik zou zeggen succes en zeker meedoen. We hebben weer een nieuwe dag vandaag. En vandaag is het donderdag. Het is weer een dag in huis. Gisteren zijn we dus bij Badkamer Evolutie geweest, zoals jullie gezien hebben. Jullie kunnen ook Gio's video nog even terugkijken. Of op onze Instagram, want daar staat het een en ander over de winactie ook nog uitgelegd. Maar wat ik jullie ook nog even wilde laten zien, Aladdin. We zijn elke dag aan het druppelen, antibiotica in zijn oogje. En elke dag pijnstiller. Maar ik moet zeggen, het gaat wel weer een stukje beter met hem. Kijk, dit oogje zit nog wel een beetje dicht. Maar als ik het gedruppeld heb, dan gaat het al beter. Hé, schat? We moeten het dus goed volhouden, dat druppelen. Dat tot en met maandag. En dan moet ik maandag weer terugkomen met hem naar de dierenarts. En dan gaan ze even kijken hoe het aan het genezen is en of het goed gaat. Ik heb even het vuil weggebracht. Dus ben even naar de plastic bakje gereden om plastic in te doen. En karton hebben we hier op het park. En het gewone afval. Maar... Daarna ben ik gelijk even de post gaan halen. Ik vind het zo leuk. Ik doneer elke maand iets aan Stichting Dierenlot. Dan krijg je een soort folder. En daar staan alle dingen in die ze gedaan hebben voor de dieren. Vind ik altijd zo ontzettend mooi om te lezen. En ik krijg ook een leuke kalender. Dit is de kalender. Die kan je in elkaar zetten als zo'n driehoekskalender. En daar kan je het hele jaar weer mee doen. Melanie die doet dat ook. Dus we hebben allebei zo'n kalender. Maar ik denk, nou ja... Ik vind het gewoon een mooie stichting. Dus ik denk, ik ga het toch even aan jullie laten zien. Niet gesponsord of zo. Of dit doe ik al heel lang. Elke maand een bijdrage aan Stichting Dierenlot. Want ik ben gek op dieren. Dus als je een filmpje wel ziet als een dier in nood is. Of wat dan ook. Dan doet mijn hart zo'n pijn. Dus vandaar dat ik dit ook al een hele tijd geleden ben gaan doen. Dit is het krantje. Hier staan bijvoorbeeld alle verhalen in. Verzorgingsmiddelen voor de babyegels. Kitten Memphis sterkt aan in de nieuwe couveuse. En zo zijn er nog meer succesverhalen. Goedemorgen, we hebben weer een nieuwe dag vandaag. En vandaag is het alweer vrijdag. De tijd die gaat toch snel. Ondanks dat we hele dagen thuis zitten, gaat de tijd eigenlijk nog sneller. Want ja, er gebeurt weinig. En we proberen ons maar te vermaken. Melanie en Jorn, die gaan wat leuks doen. Wat gaan jullie doen? Jorn? Nou, ik denk eerder Jorn. Het aquarium inrichten. Het aquarium inrichten? Ja, ons aquarium, ja. Hè? Dus wij gaan nu naar de aquariumwinkel en dan gaan we kijken wat we kunnen halen. Wat leuk. Ja, leuk. Kijk, ik ga eventjes het aquarium laten zien. Het licht is nu nog uit, want dat doen we pas meestal rond 3 uur aan. Dan geven ze ook gelijk eten.
Maar wat er nu nog in zit, komt dus uit het oude aquarium. Jorn is een vrij goede aquariumkenner. En die zegt van, nou, er moeten echte plantjes in. En het moet gewoon een beetje leuk aangekleed worden. Dat de vissen het wat gezelliger hebben. En een nieuwe bodem erin. Dus Melanie en Jorn die gaan nu naar een aquariumwinkel. Want die zijn gewoon geopend. Dan gaan ze kijken voor een nieuwe inrichting. Dus wij laten ons verrassen. En ik ben heel erg benieuwd. Nou, gaan jullie op pad? Ja. Nou, joejoe. Ik ben benieuwd. Veel plezier. Succes. Wij lopen heerlijk buiten. Het is windstil. Het is niet zo koud. Maar ik krijg Zo lijkt het wel trouwens. Hè? Ja, zo lijkt het wel. Maar je hebt uit voorzorg heeft Marcel een muts opgedaan. Die hij van Melanie voor kerst heeft gekregen. Want hij heeft altijd last van koude oren. Dus eigenlijk zere oren, hè? Door de kou. Ja, het is, even kijken, het is 5 graden. Ja? Het voelt wel aan als 3 graden. Oké. Okay. Dus het is ja echt, het is wel koud. Het is wel koud. Maar er staat geen wind. Nee, dat scheelt een hoop. Nee. Maar ik krijg wel altijd last van traanogen als ik buiten kom. Of het nou warm of koud is. Altijd als ik buiten kom, dan krijg ik kleine traantjes. Ik krijg echt binnen in mijn oren krijg ik echt last. Dus niet mijn oorschelp, maar echt in mijn oren. En Giovanni en Melanie, ja, die hebben, daar die ook hebben laatst van. Gezegd dat ze dat ook hebben. Ja. Ja. Nou, dat hebben ze dan echt van jou. Dat hebben ze van mij geërfd. Ja. Heel leuk. Maar kijk, laat maar eens even goed zien. Ja, ik heb ook mijn muts, ook mijn capuchon erbij aan. Je capuchon? Ja, en die muts eronder. Ja, maar het staat je wel heel leuk. Het is een lekkere warme muts. Vind je? Je kan het goed hebben. Wat een prachtige lucht. Mooi, hè? Nou. We gaan het paadje verlaten. Kom je maar? Ja. Het hekje over. Ik wil even de bord te lezen. Oh. Het is verboden om de dijk tussen zonsondergang en zonsopgang te betreden en dieren te verontrusten. Nou, dan moeten we gauw doorlopen. Zonsondergang, ja. Ja. Best wel doorlopen dan. Ja. Ja, de zon is nog niet om, hè. Dat is waar. Dan hebben we nog een uurtje. Nog een uurtje. En dan gaan we hier het dijkje op, hè. Ja. Oh, we lopen nu dus het dijkje op. Ik ga even laten zien hoe het uitzicht hier is, want dit is ook zo mooi. Hier moet ik weer een trappetje over. Wil jij hem even overnemen? Ja, we zijn nog steeds super lenig, hoor. Nou. Maar kijk eens hoe mooi. Mooi, hè? Ja, ik vind alleen het is heel die molens wat minder, maar goed. Echt super mooi, maar die lucht is zo mooi met die molens ook. Dat is op zich wel weer mooi nu. Ja. Meningen zijn verdeeld. Oké, dat is waar. Bijna thuis. Kijk eens wie we daar hebben. Hallo. Hallo. Met de visbullen. Ja. Ja, is het gelukt? Ja. Oh, wat leuk. We gaan er wat moois van maken. Nou, ik ben benieuwd. Gaan we naar binnen. Het aquarium is bijna leeg. Jorn heeft het heel netjes met een pompje leeg zitten maken en dan gaat hij naar de plaats waar die hoort, waar dus de kerstboom stond. We kunnen even... Ja, dat is een slang waar je water mee uitgehaald hebt. Ja, klopt. Ja, hè? Maar er zit een steentje in. Ja, hij zit verstopt. Oh. Dus hij werkt niet meer, dus ga kijken hoe ik dat moet doen. Oké. Lukt het, Mel? Dan kon je schelden. Ik heb iets afgebroken volgens mij. Wat heb je gedaan? Iets viel eraf. Oh, dat kan. Goedemorgen en we hebben weer een nieuwe dag vandaag. En ik loop nog in mijn badjas. Het is vandaag zaterdag, maar ik ben detox drankjes aan het maken van fruit. Dit is het apparaat. Het is een slow juicer en ik ben nu sinaasappel met wortels en gember aan het maken. Hier heb ik alvast een voorraadje staan. Ik ga zo dadelijk de gember erin doen, dus dan ga ik gembershotjes maken. En zo maak ik allerlei lekkere, gezonde drankjes. Ik pak de gember, die gooi ik hierin. Dan moet je het hier draaien. Daar komt de kleur uit. En daar komt het gembershot uit. En zo maak ik dus gembershotjes. We zitten allemaal binnen te wachten. Ik ben een brunchje aan het klaarmaken. Hier staat alles bijna klaar, want Gio komt dadelijk ook met Rick. Nou, Marcel is er, Jorn is er en Melanie. Nou ja, de achterwerk. Mar, ben je niet een beetje zenuwachtig? Nee hoor. Hè? Nee hoor. Nee? Nee. Wat gaat er gebeuren? Ja, mijn auto die is gewrapt. En? In een, in een hele fraaie kleur denk ik. Of juist niet. Ik weet nou niet of het heel leuk is of niet leuk. Ik,
of ik voor lul ga rijden of niet, dat weet ik allemaal nog niet. Dus dat ga ik wel zenuwachtig. Oké. Ja, zoals Marcel al zei, zijn auto is dus gewrapt. En Gio die komt dadelijk met zijn auto aan. En hij weet van niks, want wij hebben, of tenminste ik heb de auto... Oeh, maar! Daar komt hij volgens mij. Ik heb de auto meegegeven. Dus Marcel die wist van niks, maar we gaan het dadelijk zien. Maar... Ik moet even je schoenen aantrekken. Moet even je schoenen aantrekken. Hey! En die heb ik al aan. Oh, ja. Die heeft hij al aan. En een blinddoek mee. Daar is Rick. Maar mag ik heel even... Rick, even nee, mee? Je mag nee, even nee. Mee komen. Nee, kom even. Kom even. Ik ga even een blinddoek pakken voor. Ik ga voor de auto pakken. Hoor. We gaan dus mee. Rick komt ons dus ophalen. Want ja, we gaan dus ergens naartoe. Ik heb heel de brunch klaarstaan. Dus ik ga maar wel eventjes de oven en alles uitzetten. Maar we gaan mee, Mar. We gaan in Gio's auto. Gio staat ergens, dus ik ben heel benieuwd. Marcel heeft een blinddoek om. Eindelijk heeft hij een keer een blinddoek om, want meestal ben ik het. Maar ik ga instappen. Marcel heeft een blinddoek om. Eindelijk ben jij eens geblinddoekt, ja. Mar. Kun je echt niks zien? Nee, nee, nee? Niet. Okay. Mooi slaapmaskertje heb je op. Ja. Ja. Lekker zacht ook. Ja, kom er maar uit. Melanie is achteraan Mister gegaan. Nou. Uit. Hey, wel in de zon, niet in de zon. Wat maakt dat uit? Wat vind je ook? Heb je ermee gedaan? Ja. Nou, dit had ik echt niet verwacht. Het is dus s'avonds anders. Het is echt vet, man. Wat? Ik weet niet waar ik ben, hè? Nee, jawel. Dit is hem. Dit is hier. Maar eigenlijk moet het vanaf hier, denk ik. Ja, denk, ja, denk het ook. Dit is het toch? Vanaf hier. Kijk, hier zo'n apart. Nee, ik kan helemaal niet betalen. Nou, hij is echt super mooi. Hij is wel aardig vies ook geworden zo. Ja, weet je wel. Door een bekelwagen. Door een bekelwagen. Ja, niet door de wagen. Zo, meneer Latoy. Staat hij klaar? Nee. Ik kan het echt niet handelen zo. Oh ja, vanaf deze hoek vind ik hem wel het mooist, denk ik ook. Oké, komt ie. 3. Nee, ik kan het niet. Ik wil het niet. Nee, waarom? Ik. 3. Ik wil het niet zien. 2. Oh. 1. Oh. Ja. Mooi. Zo, ik moet even. Oh, mooi. Ja, eerlijk. Wow, ja, hij is echt mooi. Ja, dat vind ik echt gaaf. Je moet het echt eerlijk zeggen. Ja, dat vind ik echt heel dik. Hij verkleurt helemaal. Joh. Hij is. Jeetje, joh. Groen, paars, wat is het? Ja, allerlei kleuren. Ja, hij zei, nu is die groen. Oh, ja, het is echt mooi. Ja, dit vind ik, dit is wel een beetje de kleur. Want ik had toen grijs gedacht, weet je wel. Maar dit vind ik ook wel heel dik. Ja, toch? Dit vind ik veel mooier. Ja, hij is echt heel mooi. Hij kleurt ook inderdaad. Dat zie je letterlijk nooit. Nee, klopt. Hij is echt... Ja. Yes! Hey, leuk, hé. Kijk hoe mooi, zo lijkt het een beetje broer. Hij is soms anders. Gisteren, kijk, hij verkleurt echt. Hij is paars, hij is groen, hij is blauw, hij is alles een beetje. Ja, inderdaad. Oh, ik vind hem echt heel dik. Maar, ik was een beetje bang dat we het alleen... Ja, jij weer natuurlijk met een van de roze of... Een nee. Oh, het is wel een beetje paars, dat wel. Ja, maar dat is heel mooi. Ja, het is een beetje, hij is ook een beetje koperachtig of zo. Ja. Nu is er één ding. Ja. Nu heb ik waarschijnlijk nog iets gekregen. Of nou, ik heb nog iets gekregen. Wat doe je dinsdag? Ik vind namelijk dat je die velgen, die passen er niet om. Die moet zwart. Dus ik heb ook zwarte velgen voor je gefixt. Echt waar? Ja. Echt hele nieuwe velgen. Ja, voor winterbanden. Oh, dat is ook mooi. Top? Echt, ja, gaaf. Toch? Ja, maar dat is inderdaad wel mooi. Dat is dikker dan inderdaad. Ja, klopt. Dikker dan. Waanzinnig, hé. Kijk hoor. Hij is echt heel vet. Gaaf toch? Ja. Oh, ik zie het zelf hoor. Ja. Dit is zwart gemaakt. Ja. En dit, kijk. Hij verkleurt ook helemaal. Er zit een hele hap in dit. Kijk, dit is zwart gemaakt. Oh ja. Jeetje, mooi hoor. Nou, Mar, valt het mee? Ja, nee, het valt heel erg mee. Hij is zelfs vies eigenlijk. Dan moet je hem even schoonmaken. Maar als je hem s'avonds ziet met alles, is hij anders. Maar hoe zit hij in het vonnisgebruik dan? Nou, we zitten in de nieuw gewrapte auto, Mar. En hoe vind je hem? Ja, mooi. Ja, als je aan de binnenkant zit, zie je het niet, hè? Nee, de.
Maar ik vind hem echt prachtig. Het is echt een hele mooie kleur, die verandert steeds. Hè? Dat zullen we dadelijk nog wel meer gaan zien, denk ik, in de zon. Ook in de zon en zo. En in de avond. Ik ben blij dat je er blij mee bent. Ja. Het was wel heel spannend. Ja. Want Marcel's auto is een kindje. Daar is hij zuinig op. En hij dacht eerst van, oh, dadelijk moet ik in knalroze gaan rijden. Of blauw, felblauw. Ja, of een of andere rare kleur. Maar dit past echt bij de auto en bij jou. Dus, ja. Nou, gelukkig is het geslaagd. Gio en Rick, die gaan weer weg. Maar Rick, die heeft mijn auto gewassen. Ja, goed, hè? Ja, super. Zeker. Dankjewel. Hoe nice. Ja, want ik weet het dat ik... Hè? Wat zeg je? Nou, vind ik echt gemeen, hoor. Ik ben hartstikke blij met mijn auto. Ja, toen ik hem net afzette. Moet je kijken? Nee, kijk eens even hoe mooi die is. Ik wil een echte auto met praten. Ik vind hem mooi. Ja, ik vind hem mooi. Ja, Rick. Hij rijdt lekker. Nou, gelukkig eentje die... Die er wel aandacht voor heeft. Ja. Die wel aandacht voor mij en mijn auto heeft. Is die voor jou ook schoon? Ja, ook. Nou, mooi, jongens. Iedereen is weer weg vanuit huis in Latoy. Melanie is met Jorn mee. Gio die is weer naar huis met Rick. Wat ik jullie nog even wilde laten zien, heeft Jorn zo mooi gemaakt. Maar ik heb het nog niet gefilmd. Dat is het aquarium waar ze gisteren mee bezig zijn geweest. Kijk eens even hoe mooi. Er komen alleen nog plantjes in. Maar je ziet dat hier heel fijn zand ligt nu. En hele mooie rotsen, mooie stenen. Het is echt een hele verbetering. Hij staat dus ook weer op zijn oude plek waar de kerstboom stond. Ik ben er echt super blij mee. Want het is echt een heel mooi aquarium zo geworden. Er komen alleen echte plantjes. Die gaan we erin plaatsen en nog wat nieuwe vissen. Plantjes heeft Jorn besteld. En Melanie en Jorn gaan ook nog voor wat vissen kijken. Maar ik ben er super blij mee. Hallo, en we hebben weer een nieuwe dag vandaag. En vandaag is het zondag. Ik ga deze video zo dadelijk weer editen. Zodat hij weer op tijd online staat. Dan kunnen jullie hem weer snel gaan kijken. Marcel is gelukkig heel erg blij met zijn auto. We hebben een mooi aquarium. En dat gaat alleen maar nog mooier worden. Voor nu heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet niet het blauwe duimpje omhoog te doen. Vergeet niet een leuke reactie achter te laten. En vergeet niet te abonneren en het belletje aan te klikken. Dan weet je wanneer er weer een nieuwe video online staat. En dan zeg ik voor nu heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Doei!